Mario. Wow man, dit stinkt echt. Ik reed in het langs, ik dacht dat dat in de fik stond. Video op mijn kanaal, die Jimmy. Vandaag is het weer tijd voor een gloednieuwe prank op mijn kanaal. En een hele erge prank, jongens. Zegt het al genoeg als ik dit ga filmen? Rookmachine, hij is aan het opwarmen. Ja, jongens, jullie hebben het waarschijnlijk al aan de titel gezien, maar wij gaan een hele erge prank doen op mijn moeder. We gaan namelijk doen alsof er brand is. Fucking erg. Er staat ook al een GoPro buiten, die is ook al aan het lopen. De garage staat een klein beetje open, zodat het niet te veel opvalt. En zo meteen als deze warm is, gaan we dus rook spuiten. En gaat het heel erg worden, jongens. Dan gaan we gewoon doen alsof het brand is. Mijn moeder is dus nu even weg. Voor de duidelijkheid, dit is absoluut niet fake. En ja, er loopt nu ook een GoPro. Daar ga ik nu even naartoe lopen. Zo. Op dit moment zien jullie mij als het goed is zo meteen op de GoPro. Kijk, die staat daar verstopt. Ik hoop dat ze hem niet ziet. En die gaat nu uit. Ik weet niet waarom, maar... Ik ga hem even opnieuw aanzetten. Shit jongens, ik zie dat de SD-kaart vol is. Weet je wat, dan gaan we het zo doen. Jullie gaan niet zien hoe de rook spuit. Dan gaan jullie alleen de reactie van mijn moeder zien. En ja, dan moet het zomaar. Maar dan heb ik in ieder geval op deze heb ik het sowieso op beeld. In ieder geval, ik ga zo meteen gewoon die rookmachine openzetten. Komt de rook uit. En dan zie je de reactie van mijn moeder. En ik hoop dat het ook goed op beeld staat dat de rook uitkomt. Alleen dan weet ik dus niet precies wanneer mijn moeder komt. Maar we gaan gewoon heel de tijd rook blazen. We gaan nu alvast even beginnen. Dus ja, we gaan even kijken, jongens. Deze nemen we dan maar mee, de GoPro. En ja. Let's the prank begin. Doe alvast je duimpje omhoog als je natuurlijk super even vindt dat er een nieuwe video is op mijn kanaal, Jimmy. Laat leuke reacties achter mijn testen, tricks, wat editen. Leuke reacties zijn natuurlijk altijd toegestaan. En ja, of ik misschien meer van dit soort pranks moet doen, mag je natuurlijk ook in de reacties laten weten. En abonneer als ik ook mensen in mijn topje mensen. En dan zou ik zeggen, let's go, de prank gaan beginnen. Let's go. Jongens, deze prank gaat zo goed lukken. Nou, je ziet hier gewoon rook. Dat zie je gewoon fucking goed hier. Je ziet allemaal een beetje rook. Het stinkt ook een beetje. Jongens, deze prank gaat zo fucking goed lukken. Wauw. Dit is een van mijn beste pranks, man. Sowieso. Ik denk dat sowieso een van mijn beste pranks is. Je ziet hier gewoon een beetje rook, maar fucking erg. Dus gewoon afwachten, jongens. Jullie zien wel echt dat het werkt. Damn, wat gaat dit een goede prank zijn, jongens. Holy shit. En dat is echt mazzel. Anders had ik een rookmachine moeten huren. Maar ik heb er gewoon één. Omdat ik DJ ben. Ja, toch. Prank gaat beginnen zo meteen, jongens. Doe vast die like omhoog. En dan is het wachten. Schermpje naar beneden doen natuurlijk. Let's go, man. We wachten. Moeder gaat echt niet blij zijn. Moeder gaat echt schrikken, ouwe. Jongens, het kan zijn dat deze prank mislukt, maar ik moet jullie toch even meenemen, want dit ziet er zo fucking ziek uit. Hier ook allemaal rook. Het stinkt ook gewoon echt fucking. Wow, yo. Wow, man, dit stinkt echt. Wow, rookalarm gaat af. Oh
jongens, door deze shit. Is dit nou serieus? Prank gaat fout of zo? Oh, weg die rook, man. What the fuck? What the fuck? Wow, dit vind ik echt erg, hè? Lol. What the fuck? Jongens. Oh, what the fuck? Krijg ik hem niet meer terug, lol. Nee, dit is ook eigenlijk een hele erge prank ook, hè. What the fuck? Het kan niet, man. Wacht. Anders doen we het gewoon zo en houden we hem open. En dan komt mijn moeder voorbij en dan schrikt zich helemaal de tering. Ja, dat is beter. Veel beter, jongens. Want anders gaat rookalarm heel de tijd af. Is niks zo. Als iemand vraagt van wat doe je nou? Dan zeg ik gewoon ik test de rookmachine, jongens. Ik ben doof, jongens, door dat alarm. Dat is niet gezond. What the fuck, ik tril helemaal. Ik vond het zelf ook gewoon spannend. What the fuck. Dat kan niet, man. Dit is erg, man. Lol. Dus als die naar beneden gaat, gaat dat ding piepen. What the fuck? Oh lol, jongens. Ik moet het wel snel gaan fixen, want anders... Ik weet niet man, hoe dit moet. Moet het niet andersom? Moet het niet doen? Ja, jongens. Ik heb het gewoon terug opgekregen. Mensen komen hier denken echt van, what the fuck. Nou jongens, ik ga hem gewoon weer aanzetten en ik zeg gewoon dat ik mijn rookmachine aan het testen ben. Voor een video. Allee, let's go. Het is misschien wel beter zo, man. Ja, veel beter. Ik moet wel mijn dinges daar dadelijk gaan zetten. Mijn camera. Ja, dat ga ik even doen. Ik ga mijn camera even daar zetten. Nou, ik kan gewoon zo nu. Fucking chill. Ik reed er net langs, ik dacht dat dat in de fik stond. Succes. Nou jongens, dat is wel kut man, want ik weet niet precies wanneer mijn moeder komt. Mijn lamp zit er weer in, zoals jullie zien. Maar zodra ik dus al rook spuit, what the fuck? Ik dacht dat het gewoon in één keer naar buiten ging, maar dat blijft dus best wel goed hangen. Mensen staan ook te kijken aan de overkant en zo, hè. Jongens, ik heb het allemaal voor jullie over. Een prank gaat fout. Want mensen kijken echt raar, dat vind ik echt kut man. Mensen kijken echt raar. Het is ook een hele erge prank, man. Gewoon een rookmachine. Oh shit. 1200 watt. Of zeg ik 1500 of zo. Nou, ik weet niet. In ieder geval genoeg.
Ja, maar genoeg, dat ding is fucking heet. Het ding is fucking heet, ouwe. Dat ijzer wordt ook heet, of niet? Nee, dat ijzer wordt niet heet. Ja, weet je wat, dat doe ik beter. Ik ga de alarm gewoon nog afhalen. Anders krijg je sowieso die prank aan. Nee, dat vind ik te erg, man, met alarm erbij. Ik zeg je eerlijk, man. Dat vind ik dan te ver gaan. Steeds verwacht op mijn moeder. Hoe duurt het zo lang? Zo'n man aan de overkant, hij staat mij heel de tijd in de gaten te houden. Echt kapot raar. En het is maar mazzel hebben aan dat kan mijn moeder komt aanrijden. Want anders kan de prank al gelijk mislukken, dus ja. Oké, jongens, de prank. Ik wacht al heel erg lang op mijn moeder. En ze is er nog steeds niet. Ik denk dat ze zo meteen wel komt. Dus wat ik ga doen is, ik ga deze camera verwisselen met de GoPro. Want ik wou eigenlijk met de GoPro dit filmen hier. Maar dat ging dus niet, omdat de SD-kaartje die in mijn GoPro zat, die zat schijnbaar vol. Dus als de SD-kaart van deze camera leeg is, want deze camera, nou ja, de SD-kaart is niet leeg, maar als de batterij leeg is en die valt zo meteen uit, dan doe ik dat SD-kaartje in mijn GoPro en film ik dan verder. En dan zou het moeten lukken. Ik dacht dat mijn moeder was, ik schrok me op, maar dat was niet zo. Dus jongens, we gaan deze camera's nu verwisselen. En ik ben benieuwd hoe dit gaat eindigen. Let's go. Ze heeft eigenlijk alle reacties gegeven. Maar ze komt er nu aan, ze was boos. En ze snapte er helemaal niks van. En ze was helemaal in de war. Prank is mislukt eigenlijk, jongens. De prank is eigenlijk mislukt, jongens, maar ja. Kijken of ze nog een reactie geeft. Snap je al wat gedaan heb, of niet? Ja, je hebt iets gedaan waar ik helemaal niet blij mee ben. Je gaat, je deur dicht. Maar het was een, snap je wel, het is een prank. Ja. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Dit was dan de prank, zoals jullie hebben gezien. Hij is mislukt. Ja, waarom? Ik was bezig met de kaartjes verwisselen van de SD-kaart. En ja, dat deed ik dus eigenlijk niet snel genoeg, want mijn moeder die kwam toen al aanrijden. En toen dacht ik van, fuck, de prank is mislukt. Maar alsnog heb ik een soort van reactie erop gekregen. Ze stresste dus niet om de brand, maar omdat de verwarming had ze aangezet voordat ze zelf wegging. En ja, daar stresste ze dus om, dat vond ze dus erger. Want ze snapte er eigenlijk helemaal niks van, dus ja. Best random dat ze stresst om de verwarming, maar dat snap ik ook wel weer, want ja, dat kost natuurlijk ook gewoon geld. Maar omdat de garage dus open stond, ja, heeft dat dus niet zoveel nut, die verwarming. Nou jongens, dit was de prank. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden. Laat dat weten met een duimpje omhoog. Omdat je super, even super gratis wel vond. Laat leuke reacties achter met tips en tricks voor het editen. Leuke reacties zijn natuurlijk altijd toegestaan. En abonneer als ik ook mis. Dat is helemaal topje mensen. En ja, laat ook nog even weten of je meer pranks van dit soort pranks wil op mijn kanaal. Die Jimmy. Jongens, dit is ook een nieuw statief. Daar ga ik misschien binnenkort even een review van doen. En ik ga nu de video editen. Ik zou zeggen tot de volgende video.